De Vlaamse YouTuber Asset heeft besloten om toch niet in hoger beroep te gaan tegen de straf die hem is opgelegd voor het onthullen van namen van betrokkenen bij de gewelddadige ontgroening van Sanda Dia, een aspirant lid van de studentenclub Reuzegom. Nathan van de Gunst, zoals de YouTuber officieel heet, deelde dit nieuws in een video. Vorige week werd Asset veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en kreeg ook een boete opgelegd. Na de uitspraak lanceerde Asset een crowdfundingsactie, Waarbij meer dan 162.000 euro werd ingezameld. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de schadevergoeding, terwijl de rest naar de familie van Sanda Dia gaat, die in 2018 overleed als gevolg van de ontgroening. Hoewel de advocaat van Asset na het vonnis aankondigde dat zijn cliënt in beroep zou gaan, heeft de YouTuber nu bekendgemaakt dat hij die plannen niet heeft. In een video legt Asset uit, mijn advocaat zegt dat ik in beroep moet gaan, omdat de straf gewoon ridicuul is. Maar in mijn hoofd, het is gedaan, we hebben ons punt bewezen. Hij vervolgt, ik ga die gevangenisstraf op mijn strafblad wel meedragen als een constante herinnering van wat hier is gebeurd. En dat ga ik met trots doen. Met deze beslissing lijkt Essie te willen benadrukken dat zijn acties en de daaropvolgende volgende straf een punt hebben gemaakt in de bredere context van het incident rondom de ontgroening. De financiële steun vanuit de crowdfundingsactie zal niet alleen bijdragen aan de schadevergoeding, maar ook aan het ondersteunen van de familie van Sanda Dia.